Rondom de operatie wordt u een aantal keren gevraagd om zogenaamde PROM-vragenlijsten in te vullen. Dit zijn vragenlijsten waarin we kunnen zien hoe het met u gaat. Het is belangrijk om deze vragenlijsten in te vullen, zodat u zelf kunt zien hoe u bent vooruitgegaan. Zo kunt u bijvoorbeeld zien of u beter bent gaan traplopen, of dat u bijvoorbeeld makkelijker of minder makkelijk in en uit bad kan stappen. Ook voor de dokter is het heel belangrijk dat u de vragenlijst invult. De dokter kan door middel van de vragenlijst namelijk goed zien hoe het met u gaat. Ook uw fysiotherapeut gebruikt deze vragenlijsten om uw behandelplan op aan te passen. Ten slotte worden deze vragenlijsten geregistreerd in de LROI. Dit is een landelijk register waarin nu ook uw prothese geregistreerd staat. Zo kunnen we zien hoe het gaat met alle patiënten in Nederland. En zo kunnen we zien welke dingen er goed gaan en welke dingen er beter kunnen met deze protheses. Daarom is het ook belangrijk dat u ook als u na een jaar de laatste vragenlijst nog krijgt, deze goed invult.